De Centrale Bank van Suriname gaat verder met haar nieuwe beleidsraamwerk. Het uitgeven van centrale bankcertificaten is onderdeel hiervan. Hiermee worden de openmarktoperaties van de centrale bank verruimd. Bankgovernor Maurice Roemer haalt aan dat het uitgeven van certificaten gefaseerd zal plaatsvinden. Daniela Wondel, afdelingshoofd openmarktoperatie, zegt dat de centrale bankcertificaten zijn ontwikkeld om het monetair beleid te ondersteunen. De CBC's, oftewel de Central Bank Certificaten. En hoe dat gefaseerd zal worden doorgevoerd om naast de algemene banken ook het publiek te bereiken in eerste aanleg dan de niet banken, maar wel financiële instellingen en dan vervolgens het publiek. Het is een aanvullend instrument dat de reguliere TD's, de reguliere openmarktoperaties die we doen door middel van de termijndeposito's, dat het ondersteund wordt. Het zal ingezet worden in tijden wanneer er sprake is van structurele overtollige liquiditeiten in het systeem. Let wel, ons target is in dit geval basisgeldhoeveelheid. En als wij merken dat in het systeem er een sprake is van structurele overliquiditeit, is het dus dat dit instrument ingezet zal worden. Dit instrument is dus niet een regulier instrument dat ingezet zal worden, zoals de termijndeposito's die wekelijks ingezet worden. Het secundair doel van dit instrument is het verder op gang brengen van onze kapitaal- en geldmarkt en daarbij ook een trigger geven aan ons rentetransmissiemechanisme. De centrale bank gaat over tot het uitgeven van certificaten, omdat de werking van de geldmarkt nog niet tot zijn recht komt. De centrale bankcertificaten zijn rentedragend en worden uitgegeven op naam. Daarnaast zijn ze ook verhandelbaar. Met andere woorden, indien gegeven een bepaalde looptijd de belegger wenst zijn certificaat terug te winnen, kan deze via onze effectenhandel, via onze effectenbeurs, de Surinaamse effectenbeurs, kan deze zijn certificaat verder verkopen. Okay. De doelgroepen van de centrale bankcertificaat hebben dus onderscheiden in het wholesale segment en het retail segment. Zoals u ziet, het wholesale segment, ik heb al een schets gegeven waarbij ik aangaf dat de centrale bank via de banken, de algemene banken, haar monetair beleid uitvoert. Nu hebben we bij dit certificaat hebben hem uitgebreid. En daar ziet u dus dat de algemene banken, de niet-bankfinanciële instellingen en bepaalde rechtspersonen die voldoen aan een minimale inleg van 50.000, die behoren tot het wholesale segment. En deze groep, ze worden ook wel aangeduid als CBC-participanten, deze groep gaat dan op een veilingplatform de prijs bepalen voor een certificaat. De andere doelgroep wordt aangeduid als retail segment, waarvoor natuurlijke personen zoals gezinnen zich kunnen inschrijven. De prijs van het retail segment wordt afgeleid van de rente die tot stand is gekomen bij het wholesale segment.